hadden we in de Giro zondags ook nog een zuster die leidster was. En daarmee wisten we wel veel. Hè. Allee, je wist wie Don Bosco was. Ik herinner mij dat die zuster de vrijdagnamiddag werd voorgelezen uit het leven van Don Bosco. En dat fascineerde mij. Dat zal mij misschien meer gefascineerd hebben dan iemand anders. Dat weet ik niet. Tekte wel dat geloof voor mij wel belangrijk was in gesprek met mijn klasgenoten. En dan ontdekte op een bepaald moment, geloof is in mijn leven wel, maar niet bij hun. En dat moet er eerst wel zijn. We zijn aan het afleggen. Echt beslist, dat is op 1 april. Geen april grap van te maken. Je beslist op, als ik terug ga van de Turijnreis, en dat was in 89. Dus dan was ik op dat moment 23, bijna 24 jaar. Dus toen heb ik beslist van, ik wil dat doen. Maar dat was na een Turijnreis. Het is soms iets durven waarvan je zegt van, ik wil er eens over nadenken. Ik wil er mee bezig zijn. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar het is wat dat je... Ja, proberen te vinden wat is er in mijn eigen leven belangrijk. Als ik nu heel eerlijk ben, dit vind ik belangrijk. En daar wil ik zoeken om aan te gaan werken. En op het moment dat je voelt, dit is iets wat aan mij overstijgt, dit is sterker dan wat ik zelf ben, dan weet je dat je bezig bent met de roeping in je leven te vinden.